deze nieuwe video. Allereerst, voordat ik begin met de video, voor de mensen die het nog niet weten, ik ben mijn eigen cosmetica lijn begonnen, Sarah Marie Cosmetics. En ik heb nou 2 kwastensets uitgebracht, 1 gezichtset en 1 ogenset. Veel mensen weten het al, die waren er ook bij op de dag van de lancering. Dat was woensdag 24 april, toen zijn we online gegaan. En ik wil echt iedereen bedanken voor alle lieve comments. Echt, mijn telefoon werd gewoon oprecht heet, omdat mijn telefoon gewoon heel te afging van alle berichten. Hij bleef gewoon doortrillen aan één stuk door. En alle bestellingen, iedereen die de kwasten heeft besteld of 1 kwastenset heeft besteld, super bedankt voor alle support. Dus ik wilde als allereerst even iedereen bedanken daarvoor. Ik ben echt super blij met hoe het is gegaan. En ik ben ook al bezig met het volgende product, dus stay tuned. Ook nog even 1 aanvulling op de lanceringsvideo. Ik merkte dat ik niet echt heel duidelijk was, want ik kreeg best wel veel vragen over of ik het alleen bij kwasten hou. Nee, er komen nog veel meer producten. Ik ben gewoon met kwasten begonnen, maar het is niet dat ik alleen maar een kwastenlijn ga zijn. Er komt ook make-up en allemaal andere producten. Dus het wordt gewoon echt van alles. Maar ik vond het gewoon goed om te beginnen met 2 kwastensets. Oké, dan gaan we gewoon beginnen met waar de video echt over gaat. Jullie hebben allemaal de titel gezien. Pizza oogschaduw. En ik maak geen grap. Het is oprecht een pizza oogschaduwpalet. Het is wel gewoon een oogschaduwpalet. Het is geen echt eetbare pizza of wat dan ook. Ik ga geen pizza doen op mijn gezicht. Het is gewoon oogschaduw. Dit is van het merk Glam Light. En die hebben allemaal van die eetbare verpakkingen-achtige dingen voor hun make-up. Ze hebben nou ook wimpers en die hebben ze verpakt als een hamburger. Dus dat vind ik echt super origineel. En dit is dus een pizza doos. Dit is de pizza pallet. Je kunt hem hierachter zien. Hij is super groot. Hij is iets rond de 40 of 45 euro. Ik heb hem van Bougie Shop. En toen ik hem zag, ik dacht echt, oh mijn god, hier moet ik echt een video over maken. Ik had ook gezien dat Jeffree Star hier een video over had gemaakt. Dus ik wilde het ook gaan doen. Ook de tekst die hierachter staat is echt hilarisch. Dus ja, ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dus deze ga ik vandaag reviewen. Mijn gezichtsmake-up, basismake-up heb ik al gedaan. Dus ik ben klaar om te beginnen. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Ik heb op mijn gezicht foundation, poeder, concealer en een beetje gecontoured. Verder nog niks. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen aan de ogen. Nou, dit is dan het oogschaduwpaletje. Het is echt oprecht een pizzadoos. Hij voelt ook echt aan als een pizzadoos. Dat is echt hilarisch. Dit is de achterkant van iets meer dichtbij. Hier is hun Instagram en gewoon het paletje en een kleine tekst. Oh mijn god, dit is wel echt hilarisch gewoon. Ik vind dit soort dingen altijd zo leuk. Dit is dan het paletje helemaal ingepakt. Ik moet wel zeggen, hij is echt huge. Hij is echt super groot. Glam Light Pizza Palette met 18 kleuren. Ik vind het ook leuk dat ze hier hebben gezet 18 delicious toppings. Dus toppings wat altijd op een pizza zit. Maar met toppings bedoelen ze gewoon de oogschaduwkleuren. Dan ga ik hem overmaken. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Oh my god. Dit is hem dan. Super leuk. Je hebt ook een grote spiegel boven. Het zijn allemaal ook best wel kleurrijke kleuren. Dat vind ik altijd heel leuk, omdat ik van kleurrijke make-up looks hou. Je hebt een paar matte kleuren. Je hebt glanzende kleuren. In totaal heb je er 18. En de spiegel is ook echt huge hierin. Dus je kunt jezelf echt heel goed zien. Hij is ook een beetje zwaar. Dat voelt wel een beetje luxe aan. Want voor de prijs van rond de 40 euro verwacht je wel iets meer. Wat me wel opvalt is dat het bijna allemaal matte kleuren zijn. De enige glanzende zijn deze groene, deze in het goud en deze paarse. De rest is allemaal mat. Vind ik in principe oké, maar dat is wel handig om te weten. En ja, je kunt gewoon hiermee van alles gaan maken. Ik ga hiermee gewoon een hele leuke heftige look maken. Ik ga even nadenken wat ik ga doen, want er zijn zoveel opties. Oh, en alle kleurnamen zijn allemaal ingrediënten. Zoals dit is red onions, bacon, pineapple, green peppers, extra cheese. Het heeft allemaal met eten te maken. Ik gebruik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Heel handig om je ogen mee te primen. En ik kan eindelijk gewoon mijn kwasten gebruiken. Oh my god, zonder de sneaky over te hoeven doen. Ik kan eindelijk gewoon in het openbaar deze kwasten gebruiken. Daar ben ik echt super blij mee. Oh ja, als je je afvraagt waarom ik er ook nog wat andere kwasten bij heb zitten. Ik heb mijn kwasten sets gemaakt als hele goede basis make-up sets. Voor de basic looks en dat soort dingen. Maar ik ben iemand, ik maak hele extreme looks. Dus ik moet bijvoorbeeld ook mijn neus kunnen contouren met een neuscontourkwast en dat soort dingen. Dus er zitten een paar extra kwastjes bij. En ik gebruik bijvoorbeeld deze om mijn ogen mee te primen. Want ja, de kwast wordt altijd helemaal vies door oogschaduwprimer. En daarvoor wil ik niet een van mijn kwasten gebruiken. Ik ga even heel mijn ogen primen met deze paintpot. Ik hoop wel dat de kleuren echt niet te veel fallout hebben. Want ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan. Normaal doe ik eerst mijn ogen.
Maar nu heb ik het dus andersom gedaan. Dus ik hoop niet dat er te veel op mijn gezicht valt. Want dan kan ik het er niet echt heel makkelijk afhalen of zo. Nou, we zijn lekker up close and personal. Dan kunnen we gaan beginnen met de ooglook. Oh my god, dit is echt te close op mijn gezicht, maar oké. Ik ga deze ronde bullet kwast gebruiken van mijn kwastenset. Ik ga beginnen met deze felgroene matte kleur, die heet Green Peppers. Ik ga by the way een halo eye maken met twee verschillende kleuren. Ik ga deze eerst zo hier indrukken. Ik ga deze eerst indrukken hier van het begin tot ongeveer het midden. Ik druk het gewoon zo in, zodat het goed groen wordt. Zo, tot ongeveer hier, want aan de andere kant ga ik een andere kleur doen. Dan pak ik deze beetje Bordeaux-achtige kleur, die heet Marinara, die is ook mat. En deze ga ik daarnaast indrukken. Ik doe weer gewoon hetzelfde als net. Gewoon drukken, drukken, drukken. En ik ga naar beneden richting de buitenste hoek van mijn oog. Dus echt richting hier. Mensen, ik weet niet echt wat ik aan het doen ben, maar ik hoop dat het mooi wordt. Ik moet wel zeggen, tot nu toe is de pigmentatie top. Dan pak ik deze lichte oranje matte kleur, die heet Extra Cheese. En deze ga ik zo boven die groene kleur erin drukken. Dit wordt mijn blending kleur, dus hiermee ga ik zo meteen alles uitblenden. En ik druk het voor de helft op de groene kleur en voor de helft op mijn huid. Ik gebruik nog steeds dezelfde bullet kwast. En dan pak ik deze lichtroze matte kleur, die heet Hem. En dan ga ik hetzelfde doen als die oranje-gele kleur van net. Ik ga deze er hier bovenop indrukken op de Bordeaux kleur. En ik doe het ook weer de helft op die kleur en de helft op mijn huid. Ik doe nog niet blenden, ik doe echt alleen maar erin drukken. Dan pak ik weer die gele oranje kleur Extra Cheese. En nu ga ik wel blenden met nog steeds dezelfde kwast. Dan ga ik gewoon een beetje rondjes maken. Ik wissel het ook een beetje af met die groene kleur. Dan pak ik een beetje van die groene kleur. En zo ga ik heel de tijd om de beurt van geel naar groen. Om ze gewoon mooi samen in te blenden totdat ze goed zijn geblend. En dat doe ik dan ook met de andere twee kleuren. En dan pak ik de kleinste blending kwast in mijn kwastenset. En daarmee ga ik de randen een beetje uitblenden. Ik heb nu nog niks op de kwast gedaan. Het is echt puur alleen om er overheen te gaan. Nou mensen, er is ook helemaal geen fallout. Dat is wel fijn. Mijn make-up looks zien er altijd zo lelijk uit totdat ik klaar ben. Dat is echt niet te doen. Ik ga even mijn Nabla concealer gebruiken om de cut crease te maken. Daarvoor gebruik ik de platte synthetische kwast. Dan pak ik deze gouden glanzende kleur, die heet Pineapple. Kijk even hoeveel er van afkomt. Oh my god. En deze kleur breng ik in het midden aan. Wauw, dit is echt heel erg gepigmenteerd. Ik ben tot nu toe echt impressed, jongens. Dit zijn echt hele mooie oogschaduwkleuren. Er is ook niet veel fallout. Echt toppie. Dan pak ik weer die donkere groene kleur en die Bordeaux kleur met deze platte fluffy kwast. En die ga ik dan aanbrengen in allebei de hoeken. Ik begin eerst met de groene kleur Green Peppers. En die ga ik zo hier in het begin aanbrengen en dan een beetje inblenden met de gouden kleur. En dan aan de andere kant doe ik dit ook met de kleur Marina, die Bordeaux kleur. En dan ga ik het er gewoon zo op drukken en inblenden totdat het mooi is ingeblend met de gouden kleur. En met al dat geblend gaat het goud een beetje weg, dus die breng ik een beetje terug. Dan pak ik weer die licht roze kleur Hem en dan ga ik nog een beetje de randen extra uitblenden met die kleine fluffy kwast. En alsof deze look nog niet heftig genoeg is, wil ik het nog een beetje extra vavavoom geven. Ik heb deze BH Cosmetics gouden glitters. In de kleur Gold Rush is dit. Ze zijn gewoon heel goud. En die wil ik aanbrengen aan de bovenkant van de cut crease. Ik gebruik daarvoor ook de BH Cosmetics Glitter Glue. En dan pak ik deze schuin afgesneden kwast. En dan breng ik eerst zo een lijntje aan met de lijm. Want ik wil echt maar een lijntje hebben. Ik wil niet over de hele cut crease hebben. En dan pak ik de glitter en dan ga ik die er gewoon indrukken. Kijk, dit geeft de ooglook toch gewoon net iets meer. Dan pak ik weer die groene kleur Green Peppers. En die ga ik hier van mijn binnenste ooghoek tot aan het midden aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En de Bordeaux kleur Marina vanuit de buitenste ooghoek tot aan het midden. Dan pak ik deze LA Splash Eyeliner Pen. En dan ga ik gewoon lichtjes een streepje maken op mijn wimperrand. Zodat de nep wimpers zo meteen iets beter kunnen inblenden. Als mascara gebruik ik mijn Revolution Mascara. Gewoon de normale versie, niet de waterproof versie.
En als nep wimpers gebruik ik Lily Lashes So Extra Miami. En dan kom ik zo bij die terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. De look is af voor nu. Ik vind de look mooi. Het is goed gegaan. Ik ben wel iets te ver naar binnen gegaan met die groen. Ik wilde iets proberen. Ik zie af en toe bij andere make-up meiden dat ze hun oogschaduw meer naar binnen brengen. Dus ik wilde dat ook proberen. Maar ik vind het niet zo mooi. Dus ik laat het gewoon vertaan gewoon als hoe ik het normaal doe. Maar overal ben ik blij met de look. Ik ga even mijn gezicht verder afmaken. Ik ga mijn gezicht bronzen met de Anastasia bronzer in de kleur Rich Amber. Dit was altijd een veel te donkere kleur voor mij. Maar nou ik zelf bruiner gebruik, matcht die iets beter, godzijdank. Dus ik heb hem niet voor niks gekocht, want hij is echt heel duur. Oh, ik heb by the way henna op mijn handen voor de mensen die het zich afvragen. Maar hij is er wel af aan het gaan nou. Want ik heb hem al meer dan een week en henna blijft altijd een week zitten dus. Voor bronzer gebruik ik mijn Milani bronzer in de kleur Berry Amour. Dit is een beetje een iets donkerdere kleur bronzer. En dat vind ik wel mooi staan met de ooglook, omdat die toch ja, best fel is. Dan mijn Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Super mooie gouden kleuren. Ik ga eerst deze cream opdoen. Druk ik gewoon zo hier erin met mijn Beauty Blender. En dan pak ik de gouden poeder highlighter ernaast. En daarmee ga ik er overheen. Ik gebruik wel vandaag veel dure make-up, hè. Dat zijn jullie niet gewend van mij. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik neig vandaag allemaal naar deze iets duurdere make-up producten. Ach ja, is wel leuk ter afwisseling in plaats van altijd maar betaalbare make-up. Dan breng ik het ook aan op mijn neus. En ik breng het ook aan in mijn binnenste ooghoek. En ook een beetje hier onder mijn wenkbrauw. Voor mijn lippen gebruik ik een lippotloodje van Morphe in de kleur Sweet Tea. Een beetje een bruinige kleur. En ik heb gisteren een nieuwe lipstick gekocht bij MAC. Deze in de kleur 127 Feeling Myself. Ze hebben nou zo een nieuwe collectie met allemaal MAC lipsticks. Allemaal in van die nude kleurtjes. En dit is ook een beetje een bruinige-achtige kleur. Dus die ga ik opdoen. Ja, super mooie kleur. I like it. En dan doe ik deze Essence Lip Gloss eroverheen. Dit is ook een nieuwe gloss van hun. Even kijken. In de kleur 03 She's So Extra. Super mooie plumping lip gloss. En deze doe ik er overheen om een beetje meer roze erin te brengen. En dan gebruik ik deze Essence You Better Work Fixing Spray en dan zijn we klaar. Nou, mijn heftige make-up look is af. Echt, ik kan nooit normale ooglips maken. Ik zie altijd bij andere beauty YouTubers dat hun volgers vaak klagen dat ze te saaie ooglips maken en dat ze meer kleur moeten gebruiken. Bij mij is het andersom. Ik krijg altijd verzoekjes met kun je een keer gewoon een normale ooglip maken? Dankjewel. Nou, dit paletje, ik vind hem echt top. De kwaliteit is echt geweldig. Hij is zeker de prijs waard. Kijk, er is ook geen fallout in het paletje. Geen fallout op mijn ogen. De pigmentatie was goed. Het blende goed mee. Het was gewoon ideaal top. Ideaal top. Ik heb ook best wel veel kleuren samen moeten mengen. En dat ging ook helemaal goed. Dus ik vind dit paletje echt zeker het geld waard. Als je van dit soort kleurtjes houdt, raad ik hem zeker aan. Hij is wel heel groot en best wel bulky. Niet echt handig voor op reis of wat dan ook. Maar daar ga ik hem persoonlijk ook niet voor gebruiken. Hij is gewoon voor hier thuis. En ik vind hem er ook heel leuk uitzien. Heel apart. Het is ook een beetje een collector's item. Omdat hij zo apart is. Wel vind ik de kleuren een beetje random. Het zijn echt hele random kleuren. Vaak als ik een oogschaduwpalet zie, kan ik al gelijk zien wat ik ermee kan doen. En met dit paletje was het echt een beetje kijken van oké, welke kleuren kan ik samen doen en dat soort dingen. Maar ja, op zich is het wel gewoon een oké paletje. Dat is het enige wat ik een beetje minder vind. Ik vind het iets te random. Maar that's it. Voor de rest, ik heb geen spijt dat ik hem heb gekocht. Deze is dus gewoon te koop bij Boozy Shop, mocht je hem ook willen aanschaffen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hier dan op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!